Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video. Ik ben Lindsay en ik ben een tweelingvlam en probeer via deze video's jullie wat wegwijs te maken op het pad naar terug naar jezelf, terug naar onvoorwaardelijke liefde, zodat je weet wat dat precies betekent of hoe dat eigenlijk de beste manier is om jezelf als een tweelingvlam te leren kennen en het pad als een tweelingvlam te lopen. Want het is een heel uitdagend pad, laten we het zo zeggen. Dus in deze video gaan we eens kijken hoe dat het zit met de vrouwelijke energie. Op dit moment, zoals jij weet in mijn andere video's, is er zowel een vrouwelijke energie in jezelf als in de connectie. Dus afhankelijk van dat de boodschap dat we gaan krijgen. En afhankelijk van waar dat jij staat in jou, op jouw pad, ga je het dus voor jezelf of allebei voor de connectie. Dus dat hangt ervan af. Dus pas gewoon toe dat het past voor jou, wat dat er klopt, wat dat resoneert. En laat de rest gewoon los. Laat het gewoon los. Als je het niet kan plaatsen of niet ziet, laat het gewoon los. Het kan misschien zijn dat je ergens anders op het pad zit en dat deze video niet voor jou bedoeld is. Wat ik sowieso weet en voel en ervaar is dat de vrouwelijke energie door een nieuwe hergeboorte gaat, een nieuwe een transformatie, wat dat maakt dat het eigenlijk heel uitputtend is voor de vrouwelijke energie, omdat ze eigenlijk een stukje gevraagd wordt om uit die kluizenaarsmodus te komen. Dus om het puur vrouwelijke los te laten, zodanig dat de mannelijke energie een stukje kan verzachten. En dat de wisselwerking tussen beiden eigenlijk weer in balans kan komen. Oké, nog één keer. Wat is hetgeen dat we nog moeten weten? Voor de vrouwelijke energie. Okay. En aan de onderkant hebben we de twee van kristallen. En je ziet hier ook weer die, ik weet niet of je dat goed kan zien, maar dus hier achter die manier heb je het yin-yang teken. Dus het gaat ook weer tussen mannelijke en vrouwelijke energie. Er is een... Er is op dit moment geen balans in en tussen de mannelijke en de vrouwelijke energie. Dus als je frustraties, problemen ervaart, dan is dat de oorzaak. En wat zien we? We krijgen de Eight of Flames. De Eight of Flames. Flames hebben ook te maken met het vuurelement, zoals je hier kan zien. En in een gewone tarotkaart, dan zijn dat de wanten, de vuurstaven. Het mooie aan deze kaart vind ik dat er eigenlijk ook een wiel getekend is. Dus er zijn heel veel snelle dingen aan het veranderen. Alleen zien we het nog niet in de realiteit. Het is echt nog iets gewoon puur in energie. Puur letterlijk die in de lucht hangt. En dat zorgt ervoor dat die vrouwelijke energie wat de verbinding verloren is. De verbinding en de afstemming met haar team, met zichzelf. Die ook niet voldoende gegrond is, waardoor dat het eigenlijk een stuk allemaal zwaarder aanvoelt dan wat dat is. Maar dat heeft ook te maken met het feit dat de vrouwelijke energie eigenlijk weer een kwantumsprong gemaakt heeft en eigenlijk verbonden wordt vanuit de hogere tijdslijnen. En wat zien we nou ook? Door het feit dat die snelle verandering en die snelle verschuiving er komt, zien we dat de vrouwelijke energie eigenlijk... de afweging maakt. Hè. Hier zie je de kristallen. Kristallen hebben te maken met materie, met realiteit, met fysieke element. En het enige dat ze eigenlijk een stuk ziet, is de roos dat ze hier nog vasthoudt, of de bloem dat ze nog vasthoudt. En oké, ze probeert die balans te houden met wat voel ik en wat is mijn realiteit. Maar ze weet ook dat de realiteit dat ze nu leeft eigenlijk niet in overeenstemming is met wat ze in energie ondertussen staat. En dus ze vraagt zich van, wat moet ik eigenlijk doen zodat het universum mij nog meer gaat geven? Hoe kan ik eigenlijk
die balans houden met mijn mannelijke energie, die de gevende is, want de vrouwelijke energie is de ontvangende energie. Hoe kan ik die balans nog meer aanhouden? Hoe kan ik standvastig blijven in het aanhouden van die hogere energieën, zonder mijn evenwicht en mijn balans te gaan verliezen? En je ziet hier ook, hier heb je ook weer die twee dingen wat we hier ook in deze kaart gezien hebben. Hier zijn er ook twee elementen. Dat zijn de twee van kristallen, dus met fysieke. Dit zijn de twee of orbs, dus met mentale. En dus moet ze opletten, het ligt ook ondersteboven, dat terwijl ze bezig is in dit proces van alles te overdenken en alles te gaan evalueren door de snelle verschuiving dat er geweest is in energie, dat ze zichzelf niet gaat gaan vastzetten door het gevoel te hebben dat ze moet voor het een of het ander gaan kiezen. Dus ze is eigenlijk een beetje haar nieuwe evenwicht aan het zoeken. En dat zorgt ervoor dat ze zich eigenlijk, zoals hij hier ook ziet, dat hij eigenlijk wel wat half naakt, zich wat half naakt voelt. Ik leg mijn duim erop, omdat ik weet dat YouTube moeilijk kan doen erover, dus dat gezegd zijn. Oeps. Ik ga mij zo oplossen. Voilà. Dus de vrouwelijke energie is echt op zoek naar een nieuw evenwicht, een nieuw balans. Om vanuit haar hogere energie en de nieuwe stukken eigenlijk te gaan herleven, haar realiteit, vandaar de kristallen, te gaan vormgeven. En dat is afhankelijk van waar hij staat in jouw vrouwelijke energie, zal dat op een andere manier zich natuurlijk uiten in jouw realiteit. Wat is het nog dat we mogen meegeven en delen? Wat zijn de schaduwen waar we tegenaan lopen? misschien het ook zelf gaan merken, maar er zijn ook weer heel wat updates in de keelchakra. Dus vandaar dat je mij ook regelmatig gaat zien, horen kuchen. En dus dat heeft daarmee te maken. Ik was aan het horen en het luisteren hoe dat de kaarten precies moesten liggen. Dus deze is Temperance en dat is ook weer die balans. Zie die balans? En hij ligt ondersteboven. Dus de grootste schaduw, de grootste lessen waar we nu tegenaan lopen als vrouwelijke energie, in de vrouwelijke energie is dat we die balans een stukje kwijten. Dus door de dingen die in onze omgeving gebeurd zijn, door waar dat de energetische verschuiving, door de planeetstand en alles, alle elementen, hebben eigenlijk een soort van aardverschuiving gecreëerd, maar dan in de energie. En wat je ziet daar ook staan, environments, omgevingen. Dus het gaat erover dat je meer gaat gaan vertrouwen en dat je door het feit dat je misschien nu nog meer in je schaduw geduwd wordt, dat je gaat gaan vertrouwen dat mirakels er zijn, dat oplossingen er zijn. En daarom ligt deze ook ondersteboven, de Emperor. Omdat dat gaat over het logische, over stabiliteit en over het plannen. Het ergste en hetgeen je net niet moet gaan doen, is nu in dit moment vanuit de instabiliteit en de wankelheid dat je misschien voelt in jouw leven, om controle te gaan nemen, om in jouw mannelijke energie te gaan stappen, om het vanuit eigenlijk je vrouwelijke energie te gaan willen controleren. En dan komt dat voort vanuit die angsten, vanuit die vertrouwen, vanuit je schaduwen. En dat is de grootste les dat de vrouwelijke energie nu te leren hebt. Nog meer back-off, dus nog meer in die ontvangstmodus te gaan zitten. Ook al heb je maar één roze meer in je handen, weten dat deze handen vanuit het universum je alles gaat brengen wat je nodig hebt. En dat gaat er ook voor zorgen dat je gaat zien hoe dat het universum eigenlijk samenwerkt. Hoe dat de wetten van het universum werken. Hoe dat jouw energie werkt, zodanig dat het alles brengt dat je eigenlijk nodig hebt. Dus waar we altijd vaak het gevoel hebben vanuit wat we geleerd hebben, we moeten dingen oplossen en we moeten dingen
gaan doen, wordt nu eigenlijk gevraagd van oké, ja, soms moet je actie nemen, maar dan ga je het ook voelen. Maar wanneer dat altijd nog voortkomt vanuit confrontatie met je schaduwen en dus vanuit angst, vanuit iets willen gaan controleren, iets willen gaan sturen, dan is het antwoord stop. Ga terug, stap terug, achteruit, achterover, mediteer, neem een bad, wat dan ook. Ja, kijk, want dat is inderdaad een hele mooie kaart, daarom vind ik dat deck ook zo leuk. Dat is eigenlijk het nieuwe universum. We zijn het nieuwe universum aan het creëren. En zie je ook die Flower of Life. Je ziet ook de twee componenten, hoe dat de dingen ook samenwerken, hoe dat energie verstuurd wordt. Als je goed ziet, zie je ook een hartje. dat is het hogere doel dat we nu staan. Wanneer je ver genoeg bent in je ontwikkeling. En kan jouw zorgen, je gedachten loslaten en het voor jou gaan laten werken, dan ga je zien, dan ga je echt de magie van het leven zien, zijn werk zien doen. En dan ga je volledig vanuit je pure authenticiteit, vanuit je pure energie, vanuit je blauwdruk, jouw leven kunnen vormgeven zoals dat jij het wilt. En niet meer volgens de systemen, hoe dat we denken dat de maatschappij in elkaar zit. Oké, ja, einde van je gedachten. Dus zorg dat je eigen niet vastzet in, zoals je hier ook ziet, die persoon staat achter, zit vast achter al die gedachten. Dus het zijn de gedachten die ervoor zorgen dat we onszelf vastzetten. En daarom kreeg ik ook de Four of Wands, omdat deze kaart is voor mij eigenlijk ook altijd het mooie, de evenwicht, waarin je kan zien hoe dat gaat. Zeker ook bij tweelingvlammen, maar ook in andere relaties. Je hebt de mannelijke en de vrouwelijke energie in jezelf. En dan de mannelijke en de vrouwelijke energie bij de anderen. En dus eerst krijg je de twee van wanten. En dat is een andere kaart. En eens dat we bij de vier van wanten zijn, dan ga je zien dat die eenheid er is. Dat je eigen energie zodanig gewoon is om samen te werken. Dat het eigenlijk een invloed heeft op de andere energie. Dus de vrouwelijke energie, staan dat dit de vrouwelijke energie is, heeft een invloed op de mannelijke energie en de andere persoon. Maar ook omgekeerd, deze vrouwelijke energie heeft een invloed op de mannelijke energie en de andere persoon. En zo delen we constant informatie uit. Dat is ook hoe dat healing werkt. Zeker in een dergelijke connectie zoals tweelingvlammen. Ja. En dan krijgen we de duivelkaart en het universum. En dat is het heel mooiste. Dus de enige duivel dat er bestaat, of het enige die ervoor kan zorgen dat je van je pad afgeduwd wordt, dat is hoe dat je denkt. En hoe dat je denkt dat dingen zou moeten gaan. Uiteindelijk, de duivel, dat is niks meer, niks minder dan je eigen schaduw. En je eigen beperkende overtuiging. En dus hoe meer je daar durft naar binnen te gaan, en het ziet ook mooi erin, kijk. Je ziet hier dit teken. Zie je eigenlijk ook hier een stuk in. Zie je? En dus het gaat erover van hoe dat je denkt. Je ziet daar ook de 7-puntige ster of hoeveel is daar. Dat zijn ook al de dingen die samenkomen. Die ervoor zorgen dat dingen gaan manifesteren. En dat jij eigenlijk jouw eigen wereld, dat jij een meester wordt van jouw eigen wereld. Dat jij zelf alles in handen hebt om het... De dingen die je voelt van binnen, om die te gaan vormgeven en te gaan manifesteren. We gaan zien welke universele vlammen en energie dat je kan gaan gebruiken om je doorheen deze week te loodsen. Ik weet dat het heel lastig is en dat de energieën heel zwaar zijn als je last hebt. En het lukt niet alleen. Dan kan je altijd ofwel een healing reserveren. Dan help ik jou daarin ook. Ik ben eigenlijk in eerste instantie een healer. Daarom ook de groene kleur van healing. En ook healing op afstand help ik jou een aantal blokkades doorbreken. Of als je echt ook inzicht in een antwoord werkt op een visuele manier zoals hier, dan kan je ook natuurlijk een persoonlijke reading reserveren via de website. Dat zijn de kleuren, de energieën van de universele vlam waar je deze week mee kan samenwerken. Dat is razieel met dromen, dus geef ook aandacht aan je dromen. Ik krijg heel vaak inzicht in obstakels en issues via mijn dromen ook. En daarvoor kun je ook deze kleur gaan gebruiken of aanroepen. Ik ga geen naam erop kleven, omdat iedereen de kleuren ook anders ziet. Dus ik laat jou daarin jouw eigen intuïtie
volgen. Dan hebben we Raphaël met communion. Dus omring je met mensen die weten en begrepen waar je doorheen gaat. Zeker als je een tweelingvlam bent. Verspil geen energie met het proberen uit te leggen aan mensen die geen tweelingvlam zijn. Want ze kunnen het gewoon niet begrijpen. Ze hebben eigenlijk de codes niet om het te kunnen gaan vertalen of te ontcijferen. En begrijp dat waar je ook gewoon ook doorheen gaat, dat dat ook gewoon één of ander pad is en één of andere cyclus is. En dat we altijd een stukje verder gaan. Dus ook hier kan je deze kleur, deze vlam, universele vlam gebruiken. Je kan ook met aardsengel Sandalfon werken. Sandalfon is ook verbonden met de aarde-energie. Waar dat metatron meer verbonden is met de diamanten-energie, met de eenheidsbewustzijn. Wat geldboodschappen hebben we nog? Oei, ik zit mijn papieren aan het krukken. Welke boodschap hebben we nog voor de vrouwelijke energie deze week? Ja. Signs from spirit with love. Dus deze week ga je misschien veertjes krijgen. Of wat dan ook. Of misschien een bepaalde vogel. Of iets wat voor jou een heel duidelijk teken is. Dat je ondersteund wordt en ook begeleid wordt. En dan is deze nog terug naar liefde en eenheid. Dat zijn mijn eigen orakelkaarten. Die kan je ook zelf aanschaffen als je dat wenst. Via de website. Een zielsconnectie creëert kracht. En dat is ook zo. Dat heeft ook niet alleen wat te maken met je tweelingvlam. Dus met je spiegelziel. Maar ook in vriendschappen. En verder en zo meer met kinderen. Eens dat er echt een diepe zielsconnectie op je pad is, dan ga je het verschil ook merken. Want het gaat jou ook verder gewoon in je groei duwen. Stop met denken, voel en wees gewoon jezelf. Als dat geen mooie samenvatting is van hetgeen dat we daarnet ook gezegd hebben. Wat zijn we nog? Kunnen we nog gaan aan de mannen, aan de vrouwelijke energie? Die is er al uitgevallen. Liefde is sterker dan welke verslaving dan ook. Als je iemand lief hebt, wees dan niet zuinig. Ik ga deze week ook weer proberen video's op te nemen met boodschappen voor specifiek voor tweelingvlam. Dus dit is enkel gewoon te maken met vrouwelijke energie. Daarvoor hoef je niet per se een tweelingvlam te zijn, want we hebben allemaal die vrouwelijke en mannelijke energie in ons. Dus daarom ga ik nog proberen dan deze week ook video's apart te maken voor tweelingvlammen in communicatie, niet in communicatie en zo verder. Als je vragen hebt rond tweelingvlam connectie, dan als je het e-book Tweelingvlam Geheimen nu aankomt, dus dan voor eind november in de pre-sale, dan kan je dan neem je eigenlijk sowieso deel aan de wedstrijd om kans te maken op een videoreading met inclusief healing voor jou, voor jezelf en je connectie. Dat kan je allemaal via het linkje onderaan de video vinden natuurlijk. Wanneer je diep lief hebt, voel je die essentie van het leven. Ja, en ik denk dat het uiteindelijk allemaal gewoon daarover gaat en al de andere dingen niet zo belangrijk zijn. Ik voel dat we nog één kaart mogen nemen, maar ik ben aan het voelen welke dat zijn. Ja, oké. De indigo kaarten. Als je zelf ook voelt dat je een upgrade hebt van jouw keelchakra, dan helpt het om te nummen. Dus dan, te zingen is natuurlijk ook een goed idee. En je kan natuurlijk ook de blauwe kleur gebruiken. Hè. Dus je ziet ook, er is hier ook heel veel blauw. Dus de universele vlam, de blauwe, kan je aanroepen dan. Om jouw keelchakra te helpen. Ik denk dat er, als ik me goed herinner, staat er ook op de, in de playlist met transmissies met universele vlammen, zit er ook één specifiek met de blauwe vlam in. Toonwaardering. En hier die doet mij ook denken aan de strength card en de tarot card. En die ook te maken hebben met die, die connectie, die verbinding tussen de vrouwelijke en de mannelijke energie. Dus ook al ben je de vrouwelijke energie, ook al ben je meestal iets verder geëvolueerd in jouw ascensie en in je bewustwording, toon ook waardering voor waar dat de mannelijke energie staat en voor wat hij of zij ook doet. Dat is heel belangrijk.
vrijheid. Voel de vrijheid in jezelf. Want uiteindelijk zijn we allemaal tenslotte vrij. We denken alleen maar, zoals we net gezien hebben, dat we vastzitten, dat we allemaal dingen moeten. Maar dat is niet waar. Dat is ook weer een illusie. En je weet het al. Ik weet dat je het inderdaad weet. En dat je ook weet waarover dat gaat. Dus daarom ga ik ook niet echt uitweiden daarop. Maar dat zijn de belangrijkste boodschappen dat jouw team nog wil meegeven. Zoals ik gezegd heb... excuseer. Als je extra begeleiding, ondersteuning wilt voor je eigen proces, dan is de beste en enigste manier waarop je met mij kan samenwerken via een channeling, een reading of een healing. Zo niet, dan kan je natuurlijk via de verschillende trainingsprogramma's en via de e-boekjes en boekjes ook leren over wat het allemaal is, hoe dat je zelf kan gaan healen, wat dat de stappen zijn in bewustwording en hoe dat de dynamiek van tweelingvlammen werkt. Voilà, dat was voor nu. Als je meer wilt leren, zou ik zeggen, abonneer op mijn kanaal. Geef een like als je deze video's, soort video's leuk vindt, omdat ik dan ook weet dat dat hetgeen is wat ik meer en verder mag gaan doen. Heb je vragen, zet ze gerust onder elke een gelijk welke video. Ik kijk regelmatig naar de reacties en geef altijd een antwoord. Als iets is dat voor het collectief is, dan ga ik daar zelfs ook een video over maken. Zo, dat was. Ik wens je alvast een fantastische dag. En dan gaan we kijken ook alvast naar de video rond de mannelijke energie. Dag!